Wat belangrijk is aan dat sleutelmoment is dat je niet moet bevriezen. Het heeft mij wel geholpen om een mindset te hebben hoe om te gaan met onrust. Dat is wel de eye-opener geweest. Dus eigenlijk is dat het grootste sleutelmoment van die titel geweest. De grote toekomst is dat we dus echt minder moeten gaan reizen. In maart 2020 is mijn bedrijf echt helemaal stilgelegd. 30 miljoen omzet naar nul. Ja. Welkom bij een nieuwe aflevering van de serie Sleutelmomenten, waarin ik in gesprek ga met een ondernemer over zijn of haar drie belangrijkste sleutelmomenten die bepalend zijn geweest voor waar de ondernemer en zijn of haar bedrijf nu staat. Deze serie maak ik samen met Centraal Beheer Zakelijk om jou als ondernemer verder te helpen. Van harte welkom bij CVD-TV. Bij mij te gast in deze aflevering van Sleutelmomenten, Elske Doets. Elske, van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat je in mijn studio bent. Voordat we naar de drie sleutelmomenten gaan, er zijn vast nog een paar kijkers die jou niet kennen. Kun jij jezelf in het kort introduceren? Tuurlijk. Ik ben reisondernemer, al 21 jaar. Eigenaar van Doets Reizen. Dat is een reisorganisatie die zich richt op vooral vakantiereizen naar Amerika en Canada. Maar inmiddels ook wat bestemmingen in Scandinavië en IJsland. Daarnaast ben ik ook oprichter van de Young Lady Business Academy. Dat is een non-profit die jonge vrouwen in de toekomst in sleutelposities wil helpen. En daarnaast ben ik ook eigenaar van Buddybol. Dat is een sociale onderneming waarbij wij jongere buddies koppelen aan ouderen die nog thuis wonen of in zorginstellingen wonen. Je zei net, wat zijn nou, 22 jaar? 21 jaar. 21 jaar, komen we meteen op het eerste sleutelmoment. Ik denk voor veel mensen, nou ik denk wel bijna voor iedereen, 11 september 2001 of in mooi Engels 9-11. Wat gebeurde er? Want dan was jij net begonnen dus. Ja, ik heb dus op mijn 28ste Doets Reizen gekocht van mijn vader. Ja. En het was een goedlopend bedrijf. Het bestond toen al 20 jaar. Dus ik moest daarvoor een miljoenenschuld aangaan. Want zo'n zakenman was het wel. Hij kreeg het dus niet in mijn schoot geworpen. Want hoe oud was hij toen? Hij wilde helemaal stoppen? Ja, hij was begin 60. Ja. En hij heeft toen besloten dat hij het in één keer 100% van de aandelen aan mij wilde verkopen. Oké, en er waren geen broers of zussen of andere? Nee, okay. Ik heb wel een zusje, maar die zit in de zorg. Oké. Okay. Dus ik in de zaken zijn de zorg. Ja. En ik had nog maar 3 jaar werkervaring. Want ik heb rechten gestudeerd. Dus ook niet echt een studie om dit nou te gaan doen. Dus ook nog heel beperkte ervaring. En ja, in één keer ging ik dat bedrijf runnen. Wat best wel al een aardig formaat had. Ja. En ik had dus wel een miljoenenschuld. En toen kwam 9 maanden nadat ik die handtekening had gezet, kwam dus 11 september 2001 op de proppen. Dus die Twin Towers stortte in. Pentagon werd aangevallen. Ja, het reizen naar Amerika werd stilgelegd. Mensen werden heel erg bang om te reizen. Ja. Dus dat had een enorme impact op mijn bedrijf. En, want hoe groot was het bedrijf? Toen, even als we kijken qua mensen, of zo, hoeveel collega's had je? Ja, toen had je minder automatisering. Dus toen had ik zelfs meer personeelsleden dan ik later had. Ja, dus rond de 40 mensen ongeveer. Oh, zoveel echt. Ja. En dan was je een klein broek, eigenlijk een jong broekie, net begonnen. Ja. En heb je toen je vader gebeld en gezegd help? Of wat gebeurt er dan? Hij heeft toen zeker meegeholpen, omdat ik gewoon nog veel te weinig ervaring had. Ja. Maar wat belangrijk is aan dat sleutelmoment is, zoiets overkomt je. Daarvoor kan je geen crisisomschrijving maken. Dat je niet moet bevriezen. Dat je dus wel heel erg moet doorgaan met hetgeen waarin je goed bent. En op dat moment durfden mensen natuurlijk niet te reizen en konden ze niet reizen. Nou ja, dus wat doe je dan? Dan is het ontzettend belangrijk om je klanten, wat je grootste goed is in mijn geval, om die aan je te blijven binden. Dus heel veel klanten wilden annuleren in de periode na 11 september dat ze weer konden reizen. Dat zou mij natuurlijk heel veel handel kosten. Yeah. En toen heb ik gezegd, nou, ik zet het allemaal in de koelkast. En op het moment dat u weer durft, gaat u gewoon weer reizen. Yeah. Dus daarmee heb ik heel veel goodwill gekweekt. Ja, en ik kreeg wel eigenlijk à la minuut een bank op bezoek. En die dacht natuurlijk, daar zit zo'n jong puppy, een jonge vrouw. En die man gaf mij direct, heel charmant, echt een soort judo-zoen. Hij bracht het zo een beetje van, nou Elske, het feest voor de familie Doets is nu over.
En ja, ik had natuurlijk geen idee, want dat was een paar dagen na dat 11 september. Ja. Ik zeg, nou, ik denk dat het net is begonnen. Maar dat was ook pure bluff van mijzelf. Want ik wist natuurlijk ook niet exact welke kant het op zou gaan. Maar ontzettend belangrijk is om in zo'n situatie, zoals een crisissituatie waarin ik belandde, is niet te verlammen, een positieve mindset te hebben. Ja, en ook wel een beetje een portie bluff te hebben. Ja. Als je even met de neus op de feiten wordt gedrukt door zo'n bank. Die bank is in 2001 ten onder gegaan. Of nee, in de kredietcrisis. Mm. Dus ietsje later. Mm. En ik besta gelukkig nog steeds. Ja. Dus er schijnen drie primaire reacties te zijn. Hè? De ene is inderdaad bevriezen. De andere is knokken, zeg maar vechten. En de andere is vluchten. Mm. Dat schijnt ook een soort van soort primaire reactie te zijn. Hè? Dus wat nou als mijn primaire reactie dus nou net freezen is als ondernemer? Hoe kom je uit die freeze, zeg maar? Hoe heb jij dat dan gedaan? Ja, ik was niet echt bevroren. Ik had in het begin natuurlijk wel even ongeloof. Want ik dacht eerst, het is een ongeluk bij het tweede vliegtuig in de tweede toren. Dacht ik, nee, dit is terreur. Maar je moet vooral heel rustig blijven. En ook gelijk accepteren dat dit je overkomt. En dus ook niet boos zijn. En dan wel gaan denken, oké, wat zijn nu de fases waar ik mee te maken heb? Hè? Je hebt mensen die nu in de lucht zaten naar Amerika. Ja. Je hebt mensen die in de komende dag gaan vertrekken, de komende week gaan vertrekken. Jij hebt mensen gewoon in New York zitten. Precies. Ja. Je hebt mensen die nog veel verder weggaan. Dus dan ga je eigenlijk dingen in fases indelen. En dan kan je ook je team daarop samenstellen. En je moet natuurlijk meteen ook de media te woord staan, want die gaan natuurlijk ook meteen bellen. Ja. Had jij een crisisteam? Of heb jij een soort apart team samengesteld, toch? Ja. Uit mensen van jezelf of ook van buitenaf? Nee, vanuit het Doets-team. Oké, heb je gewoon. Wij zijn wel, als reisorganisatie heb je natuurlijk vaak te maken met natuurrampen. Of dan stort er weer een viaduct in of zo. Nee. En dan kunnen ze niet meer verder rijden. Dus wij zijn wel gewend aan onrust. Dus ja, dat helpt wel mee, denk ik. Maar het was dus wel een spoedcursus voor jou als jonge ondernemer. En ik ben heel blij dat dat in dat eerste jaar is gebeurd. Hm. Want vrij snel, ook eigenlijk nadat dat was gebeurd, corrigeerde alles zich weer. Dus dat was ook wel heel fijn. Yeah. Maar het heeft mij wel geholpen om een mindset te hebben hoe om te gaan met onrust. Yeah. En als je in een hele makkelijke periode ondernemer wordt, waarbij je eigenlijk het niet moeilijk hebt gehad, denk ik dat dat lastiger is. Yeah. Jouw tweede sleutelmoment, dat was een positief sleutelmoment, zullen we maar even zeggen, in zoverre. En dan gaan we straks weer de ellende in. Maar precies. Sleutelmomenten zijn gewoon vaak, van ellende en crisissen kun je een hele hoop leren. Never waste a good crisis. Maar in 2017, het voorjaar van 2017, werd jij zakenvrouw van het jaar. Waarom heb je dat als sleutelmoment gekozen? Nou, dat is natuurlijk allereerst een enorme erkenning die je krijgt. Maar niet daarom heb ik het gekozen als sleutelmoment. Omdat ik er eigenlijk toen achter kwam dat ik weliswaar als ondernemer het bedrijf veel groter had gemaakt en winstgevender had gemaakt. Maar eigenlijk kwam ik erachter dat ik een heel eendimensionale ondernemer was. Zakelijk. Ik was eigenlijk alleen maar bezig met geld. Ja. Als gevolg van een goed bedrijf runnen. Mm-hmm. En ik was eigenlijk helemaal niet maatschappelijk betrokken. En als ondernemer moet je eigenlijk elke keer, elk jaar begin je natuurlijk opnieuw, moet je iets van niets iets maken. Dus je hebt eigenlijk wel een kwaliteit die heel waardevol is. En toen ik zakenvrouw van het jaar werd, toen werd mij gevraagd door de voorzitter van de jury van, ja Elske, het is leuk dat je dit krijgt, maar je moet wel vrouwen verder helpen. En hoe je dat doet, dat mag je zelf bepalen, maar dat mag je ook zelf betalen. Is dat een soort taak die je meekrijgt? Ja. En toen dacht ik, oké, dan wil ik dus niet allemaal lezingen gaan geven voor vrouwen van mijn leeftijd om hen verder te brengen. Want ik dacht dat volgens mij gaat dat weinig effect geven. Mm-hmm. Ik dacht, ik wil met jonge vrouwen aan de slag. Dat was eigenlijk mijn primaire reactie. En ja, 3 weken nadat ik die titel had gehad, toen heb ik in 20 minuten heb ik eigenlijk het concept van de Young Lady Business Academy bedacht. En dat is dus een non-profit geworden, waarbij ik dus als ondernemer dat run. Waarbij ik dus een verschil wil maken op het gebied van gender equality. Dus ik wil met jonge vrouwen aan de slag tussen de 15 en 24, alle onderwijsniveaus, alle achtergronden.
en alle ambities, om ze eigenlijk te bevrijden van een rem die ze hebben op hun ambitie en op hun talent. Mm. En ja, toen dacht ik, jeetje, wat ik als ondernemer van niets iets maak, dat kan ik dus ook op maatschappelijke projecten kan ik dat doen. Dus eigenlijk heeft die verkiezing van zaakvrouw van het jaar, heeft je multidimensionaler gemaakt dan? Moet ik zo meer zeggen? Dimensionaal. En eigenlijk nog het grootste geschenk wat daaruit is gekomen is natuurlijk al die dames. Want ik heb inmiddels dus 500 alumni. Maar zij hebben mij ook heel erg wakker geschud. Want ik was natuurlijk heel erg bezig met zakelijk en geld. En toen kwam er zo'n meisje van 16 bij de eerste editie. En zij studeert inmiddels dus aan Nijrode. Business Administration. En zij wil dus een alternatief voor palmolie maken. Ja, ik denk hartstikke leuk, Misha, zo heet ze. Maar ga nou eerst maar eens geld verdienen en dan mag je van mij de wereld een beetje beter maken. Dus ik vond haar veel te idealistisch. Mm-hmm. Maar ik kwam er al snel achter, want zij was niet de enige, dat ze allemaal bezig zijn met klimaat, vergrijzing, ongelijkheid, ja, migratie. Omdat ze vaak ook zelf bijvoorbeeld gevlucht zijn ergens vandaan. Ja. Dus zij hebben ook wel echt die pijn geleden. Dat gat in de markt, wat heel veel ondernemers proberen te vinden en te vullen. Zij zijn veel meer bezig met dat gat in de samenleving. En daar kan je ook geld mee verdienen. En dat is wel de eye-opener geweest. Dus eigenlijk is dat het grootste sleutelmoment van die titel geweest. Ja, want daar moet heel veel gebeuren, dat gat in die samenleving. Ja. Zeg maar. Ja, ze werken aan de winkel. Wij moeten niet meer spullen maken die we niet nodig hebben als ondernemer. Maar eigenlijk proberen om dat gat in de samenleving te gaan vullen. Vraag die je vaker gesteld is natuurlijk, hoe geef je dat zelf vorm binnen de reisbranche? Natuurlijk ook weer een branche die enorm onder druk staat. En jij zorgt dat al die vliegtuigen vol zitten die weer de wereld weer bevuilen. Hoe zit jij daarin? Dat heeft mij wel een voorsprong in het denken gebracht om daar dus echt iets mee te gaan doen als reisondernemer. Want in mijn branche zijn er nog veel oogkleppen op en heerst er veel opportunisme om maar inderdaad, massa is kassa, dat is het grote adagium in mijn branche. Dus daar heb ik dus de afgelopen periode heel veel tijd aan besteed om dat in te vullen. Dus om dus minder, dus van die negatieve voetafdruk die wij maken met reizen, om daar een meer positieve afdruk van te maken. En hoe doe je dat dan? Hoe doe ik dat dan? Nou, allereerst zorgen dat wij hebben dus verre reizen, dus dat is lastig. Ja. Maar die verre reizen gaan wij rustiger maken. Dus dat noem ik diep reizen. Dus dat is reizen. De gemiddelde Nederlanders, als zij naar Amerika gaan, willen ze 17 nationale parken zien. Dus ze veel doen. Het zijn net een soort Japanners die rondrennen. En even 10 minuten naar de Grand Canyon, even dit. Ja. Maar die parken hebben inmiddels allemaal regels. Daar mag je niet meer zomaar in. Daar moet je een vergunning voor hebben en daar moet je een aantal dagen verblijven. Dus wij laten ze dan in plaats van 17 parken, 3 parken doen in 3 weken. Wij hebben bestemmingen dichterbij, dus Scandinavië. Ik moet je zeggen dat ik daar enorm bijziend voor ben geweest. Want Canada is een heel belangrijke bestemming op het gebied van eco-lodges. Maar daarvoor moet je ook vliegen. Scandinavië is eigenlijk veel moderner, heeft bijna eenzelfde natuur en ruimte. Is dichterbij natuurlijk ook duurzamer te bereiken. Ja. Dus dat heb ik dus echt ontdekt. Als IJsland idem dito moet je nog steeds wel heen vliegen. Maar dat is maar 2 uur vliegen. Mm-hmm. Ik ben er zelf in januari geweest. Kletsers vond ik indrukwekkender op IJsland dan in Alaska. Mm. Daarnaast gaan wij bij alle reizen binnenkort dus laten zien dat op dienstniveau wat de impact is van die dienst, omdat mensen eigenlijk meer gevoel hebben bij calorieën die ze verbruiken. Zoals een broodje eten zijn dat zoveel calorieën. Maar als je gaat reizen heb je geen idee wat je milieu-impact is. En dan gaan wij dus ook laten zien van, als jij deze reis naar Alaska doet, dan is dat bijvoorbeeld 20.000 CO2 ton. Ga je bijvoorbeeld naar IJsland toe, dan is dat maar 5.000. Dus om mensen ook bewustwording te creëren. Maar de grote toekomst is dat we dus echt minder moeten gaan reizen. En dat reizen ook duurder wordt. En ik ben een van de weinige mensen in mijn branche
die dat durft uit te spreken. Ja, oké, maar goed, als je zegt minder vliegen, maar wel duurder, dan kan dat business-wise nog aardig uitkomen voor je. Zeker, want het vliegen is de afgelopen, nou ja, laten we zeggen 30 jaar een soort commodity geworden. Je kan goedkoper vliegen dan soms een kopje koffie bestellen. Trein is per definitie duurder dan vliegen, dus daar moet echt wat gebeuren. Derde sleutelmoment. Maart 2020 en er kwam een virus langs zij. En toen? In maart 2020 is mijn bedrijf echt helemaal stilgelegd. En dat heeft van 100% omzet naar nul eigenlijk. Ja, 30 miljoen omzet naar nul. Ja. En dat is heel heftig. Ook omdat je natuurlijk met een heel team zit. Wat natuurlijk een commercieel team is vooral. Ja. Dus die zijn gewend om te scoren. Hè, een soort basketballers. Ja. Zoveel mogelijk ballen in dat netje drukken. Ja. Je klanten die worden hiermee geconfronteerd. Zijn hier natuurlijk nog nooit mee geconfronteerd. Dat ze niet konden reizen. Dat grenzen dicht waren. En dat heeft zeg maar bijna 2 jaar geduurd. Ja. Hoe heb je dat gedaan dan? Want een normaal bedrijf gaat dan toch gewoon failliet. Ja. Nou, ik heb direct toen dat gebeurde, had ik natuurlijk ook weer heel veel media aan de telefoon de hele dag. Dus daar was ik de hele tijd mee bezig. Maar ik heb gelijk weer inderdaad teams ingedeeld van de mensen die in Amerika waren, de mensen die gingen vertrekken. Nou ja, zo de lessen die je uit de eerste sleutelmoment had geleerd. Exact. Ja. En ik ben gelijk, ik heb altijd een heel goed inzicht in cijfers. Dat vind ik ontzettend belangrijk. Ik moet dus eigenlijk nu wakker gemaakt kunnen worden en dan zeggen hoe het ervoor staat. Dus wat is mijn omzet, wat zijn mijn kosten, wat is mijn winst? Dus ik ben gelijk met potlood gaan opschrijven van wat betekent dat als dit bijvoorbeeld een maand duurt, 2 maanden duurt. Want toen konden we natuurlijk nog niet zo ver vooruit kijken dat het dus inderdaad 2 jaar ging duren. Ja. Dat scenario schetste je niet uit op dat moment in het begin? Nee, het verste scenario was tot eind augustus. Dus dat ik de hele zomer kwijt zou raken. Ja. Want voor een reisorganisatie is de zomer de maatgevende periode. Dat is waar wij ons geld verdienen. Mm-hmm. Dus dat had ik wel al gedaan. Maar ik had in die eerste, kwartaal, want daar heb je het over, dan maak ik altijd mijn meeste kosten. Die had ik natuurlijk al gemaakt. Dus ik ben ook gelijk gaan strepen van wat kan ik weghalen. En ik heb toen dus scenario's gemaakt waarbij ik er niet van uitging dat er steun zou komen van de overheid. Daarmee kon ik dat dus allemaal uitzingen. Zonder steun van de overheid, met die eerste scenario's tot eind augustus. Moest je daarbij al afscheid nemen van mensen? Ja. Dat heb je meteen gedaan? Ik heb meteen van een aantal mensen die nog in een proeftijd zaten, heb ik afscheid genomen. Hoe moeilijk ook. Ja. En ik had het geluk dat een aantal mensen toevallig allemaal per eind februari hadden of eind januari hadden opgezet. Dus daarmee kon ik ook al een beetje releasen. Maar toen zat ik dus met een team wat natuurlijk zijn schouders eronder wilde doen voor korte duur. Voor hun gevoel, want dat denken mensen. Mm. En die denken altijd dat dat wel allemaal mee zal vallen. Dat is de menselijke natuur. Maar je zag ook dat er mensen die commercieel heel goed waren in positieve tijden, die konden dit niet. Die verlamden volledig. Mm. Die konden niet omgaan met klanten die boos waren. Dus toen heb ik in de zomer, toen ik aan zag komen dat het dus de hele winter door zou gaan duren, heb ik dus echt een lijst gemaakt wie af moest gaan vallen. Mm. En die heb ik dus ontslagen, allemaal met vaststellingsovereenkomsten. Want ik ging niet kijken wie last in, first out. Ik keek gewoon wie is het meeste verlamd. En daar ging iedereen mee akkoord? Dat is allemaal gelukt, ja. Okay. Daarmee ging ik wel heel afgeslankt jaar 2 in. Ja. Omdat mijn gevoel zei dat dit wel eens een langdurige kwestie zou kunnen worden. Ja. En ik ben ook direct, naast dat dus dit hele negatieve, dat we heel veel mensen moesten annuleren gebeurde, begonnen dus met dat ontwikkelen van dat nieuwe reizen. Ja. Want ik was natuurlijk heel wakker door die young ladies. Dus ik dacht, nu moet ik waarom overkomt deze crisis ons? Ja. En in mijn optiek kan je corona niet zeggen, dat is een stom virus. Nee, dat is een gevolg van onze mateloosheid op het gebied van mobiliteit, op het gebied van consumptie. Alles gaat 10 keer de wereld rond. Ja.
Dus je moet ook goed realiseren dat wij hier, dat dit nog maar het begin is van misschien meerdere pandemieën die over ons heen komen. Zolang wij allemaal vlees blijven eten, hypothetisch lopen wij gevaar op veel ernstiger pandemieën. Ja. Dus ik dacht, ja, ik moet iets gaan doen met dat milieu en dat reizen gaan omvormen. Dus toen hebben wij dus Scandinavië op de kaart gezet, dat diep reizen ontwikkelde. Dat was wel heel fijn, want dan kon een deel van mijn team echt met de toekomst bezig zijn. Ja. Wat betekent dat voor de werksfeer, al die spanningen? Nou, je moet dit zien, zo'n 2 jaar periode waar je het over hebt. Dat is een hele een berg die je op gaat fietsen. Ja. En de een krijgt verzuring na 1 dag. Ja. De ander krijgt het na 3 maanden, de ander krijgt het na 6 maanden. Maar die verzuring, ja, of ik heb heel erg gefaald als leider. Maar iedereen kreeg last van die verzuring. Ja. Het is heel, heel... heb ik mij gruwelijk in vergist. Want ik dacht dus op een gegeven moment, we konden weer op een gegeven moment. Hè, de grenzen gingen weer open, dus we konden weer gaan verkopen. Dus dan gaat alles weer... Hè, de machinerie gaat weer lopen. Mm. Maar dan zie je dat bij sommigen die verzuring niet meer weggaat. Mm. En dus moet je daar afscheid van nemen dan? Goh, ik heb bijna een heel nieuw team. Ja. Wat heb je van deze crisis geleerd? Nou, hierbij is het nog belangrijker dan bij 11 september. Want dat was maar een vingeroefeningetje. Echt, van 10 dagen, zeg maar, gemiddeld even. Ja. Dat je dus inderdaad weer niet moet verlammen. Je moet inzicht hebben. En je moet, zoals in mijn geval, je dood ook in de ogen durven te kijken van je bedrijf. Dat was je wel aan doen. En ik heb echt serieus gesprekken gevoerd met mijn accountant van wanneer heeft dit nog zin en wanneer heeft dit geen zin meer. En ja, de reden dat ik natuurlijk 2 jaar heb kunnen overbruggen is 1, ik ben altijd een heel gezond bedrijf geweest zonder schulden. Maar 2, we hebben natuurlijk ook vorig jaar flink steun gehad van de overheid. Dus dat heeft wel de pijn verzacht. Want mijn vizier was meer, ik doe dit voor 1 jaar en dan kap ik ermee. Ja. Het voelt wel, hè? Dus ik hou van beeldspraken. Ja. Dat hele toerisme heeft in een soort doodskist gelegen. Mm-hmm. En nu opeens moeten wij daaruit opstaan. Ja. En moeten wij een marathon gaan rennen. Instantly. Maar we missen wel een been. Hm. Dus het is ook die switch weer naar, hè, die aanmodus. Is vanwege die verzuring. Maar ook... Hè, dus, In Amerika is er een enorme schaarste. Er zijn tekort campers, er zijn tekort huurauto's. Hotels zijn nog niet open. Dus het is niet zo dat je opeens even een marathon kan gaan rennen. Wat ik me dan afvraag, hè? Els, tot slot. Want jij begint, dus de schuld of schuld niet eens. Er is een heel duidelijke betrokkenheid bij jou over wat er in die wereld gebeurt. Heb jij nooit twijfels gehad, ook in die coronatijd, dat je dacht, weet je wat? Ik hang dat hele reizen, dat hele, businessmodel aan de willigen. Ja. En ik ga me volledig focussen op iets anders waarmee ik concessieloos die wereld kan verbeteren? Nou ja, ik ben natuurlijk tijdens die coronacrisis ook Buddybolt gestart. Hè? Niet voor niets. Ook omdat ik beweging wilde creëren. Want ik hou heel erg van beweging creëren. En dat is helemaal op sociaal vlak op het gebied van vergrijzing. Want dat is natuurlijk ook een uitdaging die op ons afkomt. Ja. En natuurlijk heb ik die vragen mij ook gesteld ten aanzien van reizen. Maar ik zie te weinig activiteit in mijn branche. Of sector op het gebied van klimaat. En ja, dan denk ik, als ik daarin een soort verschil kan maken. Hè, ik ben bijvoorbeeld in het najaar van 2020 echt uitgevoerd door mijn hele branche, inclusief mijn branchevoorzitter, over mijn uitspraak dat reizen elitairder gaat worden in een nationale krant. Inmiddels praat hij me na. Dan denk ik, nou, dat vind ik toch mooi. Ik heb een prachtig bedrijf. Dus dan denk ik, ga ik nog wel eventjes er tegenaan om dat dan... De zaak van binnenuit te veranderen. Ja, ja. Dat vind ik dan een soort gezichtsverlies als ik nu zou stoppen. Ja. En daarbij heeft, laten we ook wel wezen, ik bedoel, we doen het niet voor niks met z'n allen. Reizen is ook gewoon heel prachtig, toch? Zeker. Ja. Mag ik jou danken voor het delen van je ervaringen?
Alsjeblieft. En dankjewel voor het kijken. Of als je geluisterd hebt, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van Sleutelmomenten. Die ik, zoals ik al zei, samen maak met Centraal Beheer Zakelijk. En daar ben ik ze super dankbaar voor. Want daardoor kan ik dit soort prachtige gesprekken maken. Wil je er nou meer zien of meer luisteren? Je kan op de playlist van YouTube kun je de hele serie bekijken. En uiteraard op Spotify kun je lekker luisteren. Voor nu, dankjewel. Hoi. We'll be right back.